Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 23 november 2016. Dat is bulletin van woensdag. Vandaag opnieuw alleen een aflevering van de serie over de historie van onze hobby. Dat is deel 16 die een beetje kort uitvalt. En om die reden ook de eerste paar minuten van deel 17. Morgen komt de rest van deel 17 aan de beurt. En verder is een MOS en een SSDV afbeelding in PD90 met opnieuw enkele vintage amateurapparaten. John, kun je misschien even pauzeren? Waarom dat? Nou, ik wil even Rob PA5ROB en zijn kids de groeten doen. Nou, vooruit dan maar. Rob de groeten. Deel 16 van de historie van onze hobby. Gisteren had ik het over twee belangrijke ontwikkelingen in de jaren 70 van onze hobby, namelijk de komst van de Japanse amateurapparaten op grote schaal en de komst van de FM-repeater. Er is nog een belangrijke ontwikkeling die in de jaren 70 begon. Toen ik in 1975 centamateur werd, waren er ruim 2700 centamateurs in Nederland. Nu zijn het er bijna 5 maal zoveel. Het amateurisme was in die tijd nog steeds niet helemaal ontgroeid dat het een hobby was van de elite. Het luisteren naar radiosignalen, met name naar omroep, was mede door omroepen als VARA en AVRO al sinds de jaren 20 iets waar ook het zeg maar gewone volk zich mee bezig hield. Het centamateurisme was zeker in die begindagen iets van zeg maar de hogere heren. Ook toen al waren het vooral heren. Mensen als Steringa en Jan Korver kon je, zoals ik ook al eerder vertelde, niet beschouwen als behorend tot de normale burgerij. De tandarts van de koningin maakte deel uit van hun groepje en zo was dat ook door de hele hobby heen. Hoe het zat in de jaren 20 weet ik niet, maar begin jaren 70 werd door amateurs wel vaak gezegd dat iedereen in het gezelschap welkom was, of het nu een lasser was, een schilder of een burgemeester. Maar eenmaal in die hobby aanbeland was er toch nog dat gevoel van wij zijn meer dan de rest. Die achtergrond verklaart ook de grote weerzin die de komst van zoveel nieuwe amateurs bij de oude garde opriep. Het was niet overal zo, maar veel van de oud-gedienden vonden met name de komst van die verkapte koffieleuteraars van de D-kanalen dus absoluut niets. Heel gek was dat nou ook weer niet. De 27MC was verboden geworden en zonder veel besef dat dat twee verschillende dingen waren, loodste staatssecretaris Van Hulten begin 1975 een de facto verbod van de 27MC door de Kamer. Dat ging alleen door de op grote schaal protesterende 27MC'ers een legaal alternatief te bieden in de vorm van de D-kanalen. De 27MC'ers die wilden helemaal niet op de D-kanalen. En de amateurs wilden die in communiceren en niet in techniek geïnteresseerden met hun door Van Hulten als koffiepraatjes bestempelde QSO's ook helemaal niet op de amateurband. Het was een voor iedereen in die begintijd uiterst opgedrongen en ongemakkelijke situatie. Die situatie werd pas 5 jaar later, begin 1980, opgelost toen er een minister kwam, toen nog bekend als Nelly Smit-Kroes, afkomstig uit een familie met roots in de truckerswereld, die daardoor wel begreep dat er een verschil was tussen zendamateurs en 27MC-hobbyisten. Toch kun je stellen dat de komst van die mensen die vanwege hun eerdere interesse voor 27MC vanwege het verbod via de D de hobby binnenstroomde, zich meestal al heel snel en goed aanpaste in de zich veranderende hobby van het zendamateurisme. Overigens beperkten die ontwikkelingen zich niet tot Nederland. Hooguit ging het hier door de ontwikkelingen nog sneller. Ook in het buitenland nam de belangstelling voor de zendhobby in die tijd spectaculair toe. De latere legalisering van 27MC heeft onze hobby ook zeker meer bekendheid gegeven, waardoor het zendamateurisme in de slipstream van die enorme rage die 27MC in de jaren 80 was, mee kon groeien. Het heeft de hobby echter wel veranderd, maar die veranderingen lagen ook al besloten in de technische ontwikkelingen waarbij apparatuur steeds geavanceerder werd en het moeilijker wordt om zelf nog dingen te kunnen bouwen die moeiteloos met een veel goedkoper gekocht apparaat kunnen concurreren. Leuke uitzending zeg! Houd je mond, ik zit tv te kijken. Deel 17 van de historie van onze hobby. Zoals al genoemd speelden de amateurs in de jaren 50 een grote rol bij het experimenteren met en de invoer bij zowel amateurs als professioneel van SSB. Dat ging echter vooral om de HF-banden. Voor SSB gebruikte iedereen AM. AM speelde op 10 meter nog lange tijd een rol door omgebouwde 27MC-bakjes, maar ook doordat veel beginnende amateurs in de Sovjet-Unie en in het Oostblok in die modus werken op 10 meter. Werkten. Verder bleef AM met name op 50 MHz in de VS en op 70 MHz ook na de 70er jaren nog door een aantal op 70 MHz in de UK, moet ik zeggen, ook na de 70er jaren nog door een aantal amateurs in gebruik.
2 meter werd aan het begin van de jaren 70 steeds vaker FM gebruikt. De apparatuur die voor die tijd gebruikt werd, waren vaak kristalgestuurde buizenzenders die met AM werkten en een ontvanger met een VFO dat gebruikt werd. De kristallen waren dikwijls FT243 kristallen, vaak op 8 MHz, die waren in de dump goed te krijgen. En je kon ze gemakkelijk openschroeven en met FIM en met tandpasta op een glazen plaatje naar de gewenste frequentie slijpen. Erg nauwkeurig was het niet en bovendien was het onpraktisch om heel veel kristallen te hebben, zodat veel amateurs in die AM-tijd op een eigen frequentie werkte en bij een CQ dan aankondigde met de mededeling en draait nu van 144 naar 146 voor mogelijke aanroepen. Ik heb zelf nog wel eens een Engels amateur gehoord die op die manier een aanroep deed. Zoals gezegd, in de jaren 70 werd ook op VHF voor lokale gesprekken meer en meer FM gebruikt en voor de X, CW en SSB. De apparatuur waren omgebouwde mobiele phones, maar ook steeds meer fabrieksapparaten die in die tijd beschikbaar kwamen. Aanvankelijk stuitte de komst van SSB en FM bij de amateurs nog op kritiek, zeker bij een deel van de amateurs. Op zowel SSB als FM rustte in eerste instantie nog een patent en AM werd beschouwd als zijnde een modulatiesoort die door amateurs bedacht was, wat overigens ook niet door iedereen zo gezien wordt. Wel is het zo dat op AM in elk geval geen patent rustte. De discussie lijkt een beetje op de kritiek die er op het DISTA-systeem vanaf 2008 in Nederland, maar ook in andere landen was. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je steeds alleen de kant van de soldeerbout vastpakt waar het draadje uitkomt.